combinatie van een half zwalgers en het tentje beschermen. Het gewrichtje beschermen, bedoel ik. Kijk naar mijn duim en naar mijn pink. Ja. Fixatiepuntje, dan kan ik gewoon een mooi recht lijntje zetten. Dus als ik wat wil met dit dingetje, gebruik ik deze. Om. Maar je zou ook een nagelheffer als spateltje kunnen. Ja, kan hoor. Ja. Nou, hier, dan zie je als dit flapje te lang is, dan gaat hij dat doen. Dus we maken het flapje ook een beetje korter. Dan is het nu met een stift, of ja, stift is wel. Het materiaal is al hard, dus zet ik het even met een stift neer. Kijk, dan haal dat flapje eraf, want anders gaat hij constant dat doen. En dat is niet prettig. Nou, je weet dat als je knipt hier, dan staat hij niet meer op nul, dus dan moet je dat slijpen. Hier, onder de teen. Zit door deze materiaal. Dat gaat ook weg. Zie je? Dat zit onder het teentje. En dat zit precies in het midden onder het teentje. Of als je het wil, als je ook wil dat deze hier ondersteund wordt, laat je hem helemaal doorlopen. Maar niet half. Dus dan haal je dat er gewoon af. Zoiets. Nou, de voorkant ziet er wel mooi uit. Druk is nu hier en niet daar. Dus zo ligt door een blijft weg. Ja, dat is mooi. Ja, hè? Nou.